Ja, welkom bij weer een nieuwe NEC-update in de vakantietijd voor de spelers. Die zijn allemaal even lekker ertussenuit. Ik heb gezien dat er heel wat op Ibiza zitten, dus daar zoeken ze elkaar toch weer op. Maar er is wel weer een nieuwe update en we gaan in deze update voornamelijk terugblikken met algemeen directeur Wilco van Schaik. Een aantal vragen gesteld, we kijken ook even een beetje vooruit naar komend seizoen. Maar daar kom ik zo meteen op terug. Eerst even het nieuws nog behandelen. Sissoko die weg is naar Toulouse voor bijna 3 miljoen. Knap gedaan door NEC. En de nieuwe speler die gepresenteerd werd deze week. Dat was Lars Olden Larsen. De Noor die komt voor 4 seizoenen over. En kan dus lekker aansluiten zo meteen weer tijdens de voorbereiding. Dat was goed nieuws. Hoe zit het dan met de andere nieuwe spelers? Maurice, hoe zit het met die spits uit Japan? Ja, ze zijn daar toch naartoe geweest. Dus ik denk dan toch niet voor niks. Maar het blijft stil erom. Dus daar nog niks meer verder qua nieuws. Ik heb nog wel gehoord dat ze nog met een Deen bezig zijn. Dus ik hoop in de volgende update daar meer over te kunnen vertellen. En dan nu het interview met Wilco van Schaik. We gaan onder andere praten over de financiële situatie van de NEC. Hoe zit het nou met die gestaakte wedstrijden? Hoe kijkt hij daar nou allemaal tegenaan? Moet er niet nog wat voetbalkennis in de Raad van Commissaris komen? En die openingswedstrijd tegen de amateurs die niet doorgaat. We behandelen het allemaal, maar eerst maar eens de vraag. Hoe kijkt hij zelf terug op dit seizoen? Nou, als tweede seizoen Eredivisie. Voetbaltechnisch is het altijd het lastigste, zie je, voor de clubs die gepromoveerd zijn in die laatste seizoenen. Nou ja, we zijn eigenlijk moeiteloos gehandhaafd. Alleen onze ambities lagen wat hoger. Op een gegeven moment hebben we uitgesproken dat we mee willen doen voor de play-offs. Dat hebben we heel lang gedaan, alleen die hebben we niet bereikt. En we wilden het ook beter doen dan vorig jaar. Vorig jaar zijn we 11e geworden, nu 12e. Nou, dat zeggen we eerlijk intern. In de topsport bestaat alleen maar één ding. Of je hebt het goed gedaan of slecht gedaan. Nou, op basis van die cijfers hebben we het slecht gedaan. En ik zie het altijd breder natuurlijk, dat we een club zijn in ontwikkeling. We hebben een plan voor de komende 3 tot 5 jaar. Dan willen we echt meedoen om die play-offs. Dan willen we zelfs een keer Europa bereiken binnen 5 jaar. We willen groeien. Ja, je ziet echt groeistuip in het hele bedrijf. En dat zie je aan de technische kant. Maar dat zie je ook aan de kantoorkant, de academie. Ja, en als je dan ziet dat het stadion gewoon continu uitverkocht is. De sfeer die we maken, zowel thuis als ook uit. Als je ziet dat de inkomsten gestegen zijn van 10 naar 13,5 miljoen. Nieuwe sponsorcontracten, nieuwe sponsorpyramide. Ja, dan over de gehele lijn, maar dan kijk ik in de hele breedte van de club. Zie ik ons echt stappen maken en kan ik daar tevreden over zijn. Alleen er zijn een aantal punten waar we gewoon beter moeten. En dat moeten we echt verbeteren. Ja, snap jij dat veel supporters toch zeggen van ik vind het een teleurstellend seizoen? Ja, dat kan ik wel snappen, omdat supporters natuurlijk alleen kijken naar het resultaat op het veld. En als je dat zwart-wit bekijkt, zeg ik net ook, goed of slecht, dan is het slecht omdat je niet beter hebt gepresteerd op de ranglijst dan vorig jaar. Ik denk dat wij daar proberen doorheen te kijken, door het scorebord heen. Kijken naar de ontwikkeling van spelers, zie wat er met Sissoko gebeurt. Zie dat er aangetrokken wordt aan een Karouani. Ontwikkeling van een Bart van Rooij, Dirk Proper, Jong Oranje. Jasper die teruggekomen is. Hier in de regio zijn we kritisch, dat mag ook. Wij zitten veel korter met z'n allen op de club. Maar overal waar ik kom in Nederland wordt met veel trots en respect gesproken over NEC, de ontwikkeling die we doormaken als club. Maar laten we alsjeblieft maar kritisch zijn hier. We moeten nooit tevreden zijn. Dus ik vind het ook dat een supporter dat zo mag zien. Heb je ooit nog getwijfeld aan de trainer, aan de technische staf? Nee, dat hebben we ook niet. Kijk, en dat snap ik wel in het voetballen, dat na een mindere periode aan het eind van het seizoen, dat hebben we vorig jaar ook gehad. En ik las dat ook ergens een beetje in de media, kwam dat terug. En natuurlijk, bij supporters leeft dat dan. Dan moeten de koppen rollen. Nee, je gaat evalueren, je gaat punten benoemen. En daar liggen ook een aantal punten, denk ik, als club zelf, die we niet goed gedaan hebben. Carlos is binnengekomen, die maakt daar de evaluatie met de staf en met de hoofdtrainer. En ik denk dat Carlos ook zijn invloed gaat krijgen nu in het nieuwe seizoen, de selectiesamenstelling. Maar ook de eisen en wensen die hij stelt aan topsport en doelstellingen. En dat we daar ook veel meer van terug gaan zien. Afgelopen seizoen ging ook Fred Rutte, die ging naar PSV. Dat was voetbalman die dan ook in de Raad van Commissarissen zat. Er is nooit vervanging voor gekomen. Zoeken jullie daar nog vervanging voor? Dat er iemand met voetbalknow-how die Raad van Commissarissen komt versterken? Ja, dat is eigenlijk sinds het vertrek van Fred hebben we gezien. Wat voor waarde dat heeft, vooral in die vergaderingen. Omdat voetbal brengt heel veel emotie met zich mee. En de echte specialistische kennis die een Ted Verleeuwen had, maar ook een Carlos Albers heeft. Het is ook wel handig om daar iemand voor te hebben zitten in de RVC. Dus we zijn zeker aan het kijken. Alleen, ik denk wel dat de RVC daar vooral naar kijkt. En ook de stichting, de stam. Dat het wel iemand moet zijn met dergelijke kwaliteiten als Fred. Ja, je zegt NEC staat er goed op, hè, in Nederland. Als we even verder kijken, clubs, je hoort ook in de landelijke media veel positieve geluiden.
dan moet het toch niet zo moeilijk zijn om iemand met een beetje voetbalkennis deze kant op te trekken? Ja, maar het is niet alleen voetbalkennis. Het is ook denk ik de persoon die moet passen. Je moet de DNA van deze club voelen, van deze regio. En nogmaals, Fred Rutte heeft de lat erg hoog gelegd. Iets wat nieuw was dit seizoen. Bekertjes op het veld, stakingen. Hoe kijk jij daar tegenaan als directeur van een voetbalclub? Nou ja, het is betreurenswaardig dat we daarmee te maken hebben. Alleen denk ik dat we het met elkaar, ik zit al 12 jaar in het voetbal, dus ik ben daar zelf ook mede verantwoordelijk voor, dat we het met elkaar te ver hebben laten komen, dat het zover heeft kunnen komen. Te veel toegestaan, en of dat nou bekertjes op het veld waren of een keer een aansteker, spreekkoren. Heel veel rottigheid hebben we toegelaten of probeerden we een beetje te verdonkeren manen. En daar hebben we nu de rekening voor gepresenteerd gekregen. En de KNVB heeft ingegrepen, doet dat heel duidelijk. Vaak wordt de KNVB verweten, ze doen niks of ze hangen maar achterover. Nou, nu hebben ze keihard ingegrepen. Ik vind dat goed. Dan komen er ook gevolgen. Ja, dat hadden we niet kunnen bedenken. Nou, dat is heel goed om daar nu over na te denken in de zomerperiode. Maar het is heel goed dat we dit niet meer accepteren. Als je naar het voetballen komt, dan moet iedereen gewoon die wedstrijd kunnen zien. Er moet een leuke sfeer zijn. Gedraag jij je niet, net zoals jij dat bij mij thuis doet, dan geef ik je schop om die hol en ga je mijn huis uit. En dat geldt hier ook. En we hebben daar te veel, te vaak met z'n allen toegelaten. Voetbal moet weer zijn voor de mensen. Nu wordt het veel gestopt. En dan gaan er ook kinderen naar huis jankend. Maar als we het nu niet doen, gaan die kinderen de komende 20 jaar in een stadion komen wat niet veilig is, waar geen sfeer meer is en waar alleen maar rottigheid is. Je noemde het net al, hè, jullie zijn gestegen in inkomsten. Hoe staat het ervoor eigenlijk financieel bij NEC? Nou ja, wat iedereen weet is dat die eerste paar jaar in de Eredivisie, zolang we nog in dit stadion spelen, hebben wij continu een operationeel tekort zonder transfers van 3, 4 miljoen. Daar worden we door gedekt, daar worden we door geholpen om zeg maar te groeien. Nou, we groeien aan de inkomstenkant, maar de kosten groeien natuurlijk ook, omdat uiteindelijk alles ook wel wat duurder wordt. En we investeren natuurlijk ook duidelijk in de selectie. Maar we maken een hele goede groei door, die ook echt nodig is in dit stadion. Maar binnen 1, 2 jaar komen we echt aan het eind van die groei in dit stadion. En moeten we die stap maken naar een andere omgeving en een groter stadion om die inkomsten te verhogen. Om mee te kunnen blijven doen, die top. Want anders is er altijd één iemand die moet betalen en die moet bijleggen. En die heeft gezegd van nou, dat doe ik in het begin. Die eerste 3, 4 jaar help ik mee. Maar daarna, door een nieuw stadion, moeten we andere dingen gaan ontwikkelen. Nou ja, daar is het wacht op. Nou ja, wacht op. Over het nieuwe stadion gesproken. Jullie zouden in april, mei met plannen richting de gemeente komen. Maar het blijft stil. Ja, maar je hoeft niet alles wat je aan het doen bent naar buiten toe te brengen. Wij gaan voor de zomer, hebben we gezegd, en dat komt dus nabij, gaan wij de gemeente informeren over wat wij precies willen, hoe wij er tegenaan kijken. En dan zullen wij na de zomer van de gemeente antwoorden krijgen op een aantal vragen die we stellen, een aantal voorstellen die we doen. En natuurlijk heeft dat te maken met wonen in het Goffertpark, het heeft te maken met de ontwikkeling van business, de groei van het stadion. Nou ja, we hopen na de zomer dan daar de antwoorden op te krijgen, zodat er in, ik denk, september, oktober voor iedereen ook in Nijmegen heel veel duidelijk wordt. Maar ik heb jou vorig jaar en het jaar daarvoor ook al horen zeggen, we hebben gewoon, dan moeten we beginnen met die bouw. En dat was 2025 volgens mij. Is dat nog wel haalbaar? 2025 zou haalbaar zijn. Dat ligt er alleen maar aan waar we gaan beginnen. He, ga je in één keer alles doen of ga je gefaseerd? Dat hangt ook af van wat er wel kan en wat er niet kan. Nou weet ik niet of jij daar heel veel invloed op hebt of dat bij Carlos ligt. Maar die traditionele opening. Iedereen, zeker de amateurtak en ook andere mensen, keken daar erg naar uit. En jullie hebben gezegd, nee, dat gaan we niet meer doen. Ja, dat is een technische beslissing. Die zal je met Carlos moeten bespreken. Maar dat is vanuit technisch naar voren gekomen. En de club wie NEC is, hè, ik vind het ook altijd, het is altijd nog heel klein hier. Wat mensen ook fijn vinden. Dat je juist dit soort dingen, juist deze tradities misschien juist wel een ere moet houden. Jij als directeur kan er wel natuurlijk over hebben. Oh, maar daar hebben we het ook wel over. En ik denk ook goed dat we luisteren naar wat er nu mee gebeurt. En dan moet je weer evalueren. He, als je dingen doet, dan kun je dingen goed doen of fout doen. En als ze fout zijn of fout gezien worden, moet je evalueren van nou, heb ik daar goed over nagedacht. Zullen we zeker doen. In de groei van de club zullen langzamerhand dat soort dingen wegvallen. Waarbij wij nooit mogen vergeten dat we NEC zijn. Nooit mogen vergeten dat we dicht bij de supporters zijn. Dus er moet altijd een evenwicht zijn. Nou, en soms zul je misschien horen van de supporters dat het evenwicht een beetje weg is. Nou, dan moet je dat heroverwegen. Dus we zullen zeker na deze zomer, waarin die wedstrijd niet heeft plaatsgevonden, zullen we dat zeker meenemen en evalueren. Ondanks dat het zomerstop is, werken jullie hard. En wens ik je toch een hele goede zomer. En hopelijk nog een paar dagen vakantie voor je. Om weer ik ga lekker met mijn kinderen seizoen en mijn kleinkinderen nog even 2 weken weg. Dat doe ik altijd in juni. Want in juli beginnen we gewoon weer. En dan wil ik weer met mijn handen aan het stuur zitten.
Maar het is wel lekker om ook af en toe even afstand te nemen en aandacht te besteden aan het gezin. Maar ik moet zeggen dat ik met veel plezier altijd naar Nijmegen rijd. Dus het voelt niet als werk. Dus natuurlijk ben je moe. Maar ik vind het ook weer lekker dat begin juli het balletje gaat rollen. Selectie gaat beginnen. Dus ik kijk eigenlijk alweer uit naar het nieuwe seizoen. Dan zeg ik tot in het nieuwe seizoen. Tot straks.